lief. Typerend. Dat ook. Yo, nou, ik kom precies op de bank uit. Ik had gezegd, ga naar beneden even om te flexen. Promotion. Oh? Oh? Bike nou, stocks. Hell yeah. Nou, je weet waar je in moet investeren. Ja, volgens mij kan ik gewoon het best dit doen. Ja. Want momenteel hebben we toch niks anders. Je hebt nergens anders dingen. Ja, daarom. Nou, Diddy Kong. Lijkt me nogal wie, dus ja. Ja, ik was zelf ook niet naar beneden gegaan. Nee, want hij heeft al zijn promotie, hè, dus. Godsamme. Ja. Ja, kan er niet anders op, hè? Ja, nou, gezellig hier niet, hoor. Kom daar gezellig bij. Kom erbij. En dat doen wij mooi niet. Maar ik heb momenteel niks extra's. Nee. Boom. Waar kom ik uit? Op een plek. Je kan op... Of... Ja. Op het hartje. Ja, dat dacht ik al. Yes. Ik zal beginnen met een nieuwe lijn, ja. Ja. Nou, heb je ergens een random shop die je wil verkopen? Rechtsboven eventueel. Krijg je driedubbel de shopprijs voor terug. Op zich, dat is geen verkeerde. Yes. Nou, het is alleen niet zo'n hele hoge shop. Nou ja. Ja, maar ja, liever iets dan niet. Hij krijgt 700 ervoor, hè. Dus... Liever iets zing dan niet zing. Kibboom. En dan gooi je weer één, dan is het meteen klaar. Ja. Ja. Twee, hè? Nee, één bedoel ik, dat je op de knop landt. Oh. Oh ja, oh, ik dacht dat je voor mij bedoelde. Nee. Nou, voor jou is het twee klaar. Ja. Nou, die... Ja, die gaat daar naartoe. Wat deed hij? Dat is een worp. Als je daarop landt, is het een worp. Okay. Maar alleen voor de persoon die het van de eigenaar is. Voor de rest is het gewoon normaal dokken. Ja, oké. Okay. De knop. Of de skip. Ja, dit is makkelijk. Ja, zou ik ook gedaan hebben. Die oef. Nou, het hebben wel iets met de districten vandaag. Doe die in die toadshop. Nee, wat. Die van jou is al een paar keer verhoogd, dus... Dat is niet waar, één keertje. Dat is niet een paar keer. Nou, kijk hoeveel die omlaag ging, holy shit! Ja, het is percentage. Dat is hoe kijk percentage... Hoe, kijk die stocks! Ja. Ja, dat is dat zijn mooie stocks, ja. 1, 2... 5. Laat op z'n tol. Probeer, ja. Wat moet ik anders? Ja, boosten. Misschien. Ja, welke kan ik dan best boosten? Ik denk haast deze. Ja. Ja, daar kun je voor die knop nog wel ontwijken natuurlijk, maar... Ja, klopt. Maar ja, dat, als je promotie hebt, je kan niet eeuwig blijven uitstellen. Dat is waar. Kan ik... Ik denk dat ik het best... Kijk gewoon naar de groene nummers. En ik weet dat je bent Luigi, alles is groen, maar dat maakt niet uit. Ja. Maar dit gaat van mijn ready cash af, toch? Ja. En je stocks. Kan ik het beste zoiets doen, denk ik. Nee. Gaat die alsnog aardig wat omhoog? Even wat water, ik ben toch nog niet in de buurt. Is goed. Jezus. Ja, ik moest iets. Oeh. 1, 2, 3. Ja, dan kom je op die blauwe uit. Dan kom je weer terug. Ja, ik snap dat je dat doet. Oeh. Dividendbelasting. Of dividendkorting. Ah. Dit is niet... Huh, hij koopt hem niet!
Oh, omdat ik geen geld heb misschien. Wat een crazy guy. Moet je nagaan, ik haal drinken en ik ben nu pas aan de beurt. Ja. Maar Toad, die kwam op vakje, die... Ik zag het. Ja. Nice. Oh, wat gebeurt hier allemaal voor onzin? Hoezo is hij nou opeens 500? Ik land erop en ik kan hem upgraden. Oh, ik ben alweer, joh. Dat zo zie je, maar volgens mij is de difficulty omgekeerd. S is sukkel en... Ja. Wacht, waarom ga ik naar de bank überhaupt toe? Je hebt geen keuze. Omdat je dat hebt gemaakt. Dat is je richting. Ja. Dat is waar. Invest. Ja, ik denk dat ik er best gewoon hier ook in kan investen. Gaat ja, 7 is makkelijkst. Hoogst en ga niks omhoog, nee. Stop hier, yes. Waar moet ik anders stoppen? Bij de busstop. Ja, oké. Fair enough. Nee. Ja, dan land je op jezelf, ja. Ja, eigen pakkie. Wat leuk. Oh, je kunt spruce things up, ah. Dat is van die Minecraft-boom. Ja. Boost, 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 boost. Nou, ah, dat is een mooi nummertje. Heel ziek. Ik zie geen reden meer om daar naartoe te gaan, want jij en ik hebben dezelfde suits. Ja, yeah, voor jou is dat inderdaad, ja. You need to sell the stockings. Ja. Ja, je hebt ook best wel veel in zitten en ja. Hij is hoog. Dus op zich... Oh, ik sta weer ook gewoon voor. Who the fuck? Hoe dan? Geen idee. Het is soms ook gewoon toevallig dat stocks gewoon goed landen. Want het valt op zich momenteel nog wel mee met hoeveel... we op elkaar landen. Ja, klopt. Hey, gezellig. That's my landings plaatje. Ja, rot op. Ga niet bij auto. Niet. Nee, als ik die andere misschien had gehad, degene die nog vrij was, had ik misschien gedaan. Maar... Kom op de circus. Ja, Sander, ben je fan van het circus? Ben je fan van veel betalen? Oh, je kan ook nog naar beneden. Ik zou zeggen... wat moet je hebben? Klaver? Ja, het is of landen op de 2K. Ja, je hebt de klaver nodig. Ja, dus ik kan best dit doen, denk ik. Ja, ik heb die schoppen ook natuurlijk nodig. En beide zitten ja, maar je moet sowieso naar beneden zo meteen, dus. Ja. Dus denk er maar goed over na. Ik denk niet dat het slim is. Ik denk dat het te high risk. Ik denk dat wat je nu doet het slimste is. En ik zou dan naar links gaan, ja. Ja, want dan kan ik weer naar die blauwe warp toe, zeg maar. Oh, misschien was het helemaal niet slim om deze te kopen. Ja, maar... je hebt nog zat stocks. Je hebt zat stocks en anders koopt Toad een hele Monopoly. Is dat zijn Monopoly-eiland? Ja, dat is waar. Dat willen we niet. 2, 2, 2, 2. Oh, no! Oh. Ach ja, jij en ik hebben er bijna last van, dus... Dat is waar. Ik kan al echt een jaar kan ik promotie doen, maar ik kom al elke keer niet bij die bank. Nou, Toad, wat ga jij doen? Dry. Ja, zoet pakken. Zo so dry als bones? Sowieso meteen zien dan... die is klote. Nou, nu koopt hij hem wel. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, die is nu free, hè? Die had hij net niet gekocht, natuurlijk. Nee. Heel raar. De X! What the frick? Oh, jij kunt spruce things up. Als ik daar moet... Ik moet daar naartoe, want ook dat gaat kuts worden. Belling the stocksing. Niet te verwarren met dusting the stocksing. Nee, ik ben net geen eerste, jammer. Oh, shit. Nou, ik kan een rondje gaan lopen, Sander. Volgens mij is dit... Net degene die jij hebt gekocht. He's smarting. Nee, als je smart was geweest, had je de volgende ronde dat gedaan en dan de Monopoly gekocht net. Ja. Yeah. Dat was slimmer geweest. Oh. Want ik weet niet hoeveel stocks hij heeft, dus dat hij daar misschien heeft gedaan, maar voor de rest heeft hij toch niet heel veel geld, dus ik weet niet.
Ja, ik weet ook niet waarom die dat... Overleef je het net? Ja, je overleeft net. Oh, ik krijg extra monies. Ja. Wel 50. Tuurlijk! Oh, at random. At random. Links onderin. Nou, nee. Ach, daar is toch niemand wat in zitten. Ja. Zijn zometeen gewoon hele goedkope stocks. Ja. Nou, wat ga jij doen? All shops closed for the day. Nou. En... Oh, ja. Oh, ja. All his shops closed. Ja. Ook nog. Hé, oh, Milan, jij? Yo, yoghurt. Moet je dat ook ontdekken? Met nee, van die Paula yoghurt met van die vruchtenvlek toevallig? Of? Nou, daar heb ik geen kloot aan, want ik had het allemaal lopen liggen. Hij had al een full suit gebeuren. Twee. Nee, je mag weer een ronde. Geniet van je ronde. Hey, spruce the things up, in. Ja, ik ga wel spruzen. Ja, daar had je niks meer. Die heb je verkocht. Nee, maar ik ga deze doen. Pompen. Ja, ik doe denk ik... zoiets. Helemaal goed. Ik denk dat dit wel... Het doet niet al te gek maken. Selling the stocks, Ing. 15. Dat is inderdaad net als dissing the stocks, Ing. Nee, dus niet. Nee. Pas op. Nou, Milan. Ik zei nog zo, verwas je nou niet. En wat doe jij? Je gaat ze verwarren. Ja, zo kan ook. Oh, hij gaat zo'n Monopoly in. Ja, nee, jammer genoeg zijn de winkels nou weer open. Dus, 3. 5. Pak jij jou weer? Nee, ik pak nu een random. Oké. Okay. Oké. Fijn. Eigenlijk, in een ideale wereld wil je gewoon dat Toad als eerste op zo'n vakje komt. Dat hij als eerste doet. En dat je dat klopt, ja. Milan, om een van de redenen voor de game, jou en ik bij elkaar houden. Ja, ik heb het gevoel ook, ja. It's destiny. Destiny is calling me. Oh, nou, dan moet je even opnemen. Oeh, die is heel nice. Kibooming! Ja, je hebt geen keuze, dat is de richting die je op moet. Oh ja. Dat is heel niet. Wij hebben vrij baan naar de bank. Nou, liever niet. Maar ja, het is maar één beurt natuurlijk, hè. Ja. Eén. Oeh, ik heb er helemaal geen last van. Kibooming! Ik heb er sowieso geen last van. Nee, daarom. Met die warp. Daarom zei ik ook, ik heb er helemaal geen last van. Nou, die kan nog. Of... Nee, pas, nee wanneer je mag kiezen. Pas wanneer je weer aan de beurt bent, dan pas gaan ze weer open. Ja, ze zei, klopt. Ze zei ergens voor 3 dobbelrondes zijn ze verstopt. Ja, precies. Nou, ja. Als Toon nog even op een knop landt, kan ik ook eigenlijk een keer weer naar een andere plek toe. Nou, Toad, ga je gang. Als ik straks even 4 gooi, of 1... Nee. Één... Oeh, dat is een best wel een lastige keus. Ja, ik denk dat ik dat zou doen. Dat was inderdaad een klote keuze. Maar dan heb je uiteindelijk misschien mogelijk wel nog last van mij. Ja, maar ja, andere borp is naar groen eerst, dus... Ja, ook niet heel gunstig. Nee, en de enige andere optie was dat jij... dat iemand op het ding had geland, dus ja. Ja, volgens mij kan ik het beter gaan doen. Ik snap niet wel een checkpoint, maar hier komt dus niet zoveel. Balloon port. Ja. Oh ja, dan heb ik meer kans dat ik weg kan. Ja. Dat is van die film, toch? Up, met zo'n balloon, dat je dan geteleport wordt. Ja, ben jij de oude manier dan? Van die film. Ja. Warpen of iedereen bij elkaar halen? Iedereen bij elkaar. Nou ja, dan wordt mijn keuze wel even wat moeilijker. Stel ik mijn promotie uit. Of ga ik voor een rondje? Ja. Dat is lastig. Ik denk dat ik puur zou kijken wat je gooit.
Nee, dat sowieso. Dat is sowieso, Sander. Want... Ja, waar zou ik toch naartoe gaan? Moeilijke keus. Ik stel me gewoon wat uit. Toch dus... ineens heel moeilijk. Het is niet de slimste keuze als je kijkt over de hele linie, maar... Ja, ik heb ook geen zin om dingen te verkopen. Welke moet ik? Ja, Volgens mij is het slim om naar onder... Ja, nee. Als iemand dan op een knop landt... Klaver is rechtsboven en Klaver is linksonder. Het is wat je wil. Ja, maar dan moet ik wel naar twee grote van Milan overheen. Ja. Dat is wel gevaarlijk. Ik zou als ik jou was naar links gaan, want stel wordt de knop er wel ingedrukt, dan heb je nog kans om die monopolie eraf te maken, zeg maar. Als je daar toch rondjes aan het lopen bent. Dat is waar. Spruce things up. Ik heb niet zoveel ready cash, maar aan de andere kant... Ja, je hebt ook niet zo superveel dingen meer, hè, stocks, of wel? Qua bedragen wel overigens. Zolang je blijft investeren, worden ze stocks altijd meer waard. Ja. Als de hele tijd. Ja, dan je kan dat helemaal. Dat is natuurlijk al een redelijk dure stukje daar. Dus zolang hij flink, investeert, zijn zijn stocks altijd nog wel wat waard. Alleen je moet wel vol ingaan als je dat wil doen. Dat deed ik met Simon gewoon. Alleen maar leven op stocks en blijven investeren. Maar Simon die heeft nog nooit met stocks gespeeld. Ik heb een keer tussendoor een keer met Simon met stocks gespeeld. Die opname gewoon voor de lol. Mm-hmm. Want ik heb een keer met hem stand-up gedaan en ik dacht van, weet je wat, laat even zien hoe het is met stocks. Ja. Nou ja, dat is meteen een stuk moeilijker. Oh, en die video die jullie toen hadden gemaakt was niet Nee, dat is easy rules. Dan heb je geen stocks en dan heb je ook niet de monopoly zoals je zou denken. Oh, oké. Ja, ik heb die video echt... ook... Volgens YouTube heb ik hem gezien, maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Niet omdat de video zo saai is. Ik zou het doorgeven aan Simon dat jij in slaap bent gevallen bij zijn video. Dat weet hij al. Dat wist hij al. Ja, oké, maar ja, dat was waarschijnlijk van een andere video. Dus ik zal het dan doorgeven. Nee, dat was ook over die video. Dus hij wist het al, maar. Hij zei: zolang ik maar de watchtime krijg, vind ik het goed. Net degene die was verkocht. Nou ja. Volgens mij had ik die eerst. Yeah. Ja, klopt. Die heb je ook verleden. Vond een man een oude schat. Nee. Zijn dochter Sarah zei hij, waar hij die verborgen had. Als je daar nu komt... Oh, kut, nee. Ik kom daar straks. Ben je de Sjaak, ja. Ja, ik ben... Ik ben wel Sjaakie straks. Zonder of met chocoladefabriek? Nee, ik bedoelde meer die guy van... Van Flodder. Ja. Die is ook altijd de Sjaakie. Sander blijft ik kan gewoon naar boven, ja, ik kan er gewoon naar boven als je willen. Ja. Maar ja, als iemand... Ga ik deze bar, ja? Ik zou het niet doen. Kijk naar je stocks, kijk wat de constructie is. Je kan het doen. Het is niet te adviseren. Niet, ik heb hier toch sowieso niks nuttig, zeg maar. Nou, en nu is Milan zo leuk om op een knop te gaan landen. Als je dat doet, hè? Of hij gaat boven naar rechtsonder. Ik denk dat het nog best wel gunstig is om te warpen naar... Ja. Ja, dat zijn wel de suits die ik al heb. Ja. Oh ja. Toch doen. Ja, zolang niemand op de knop landt, is er nog niks aan de hand. Dat is ook wel zo. Wat? Oeh, auction. Oeh, die gaan we... Oh ja, trouwens, dat moet ik niet hardop zeggen, want nu gaan jullie mij pesten. Dat hoor je niet vaak, dat ze auctionen. Nee. Ik weet wel dat ze gaan buyen en sellen, en dat ze daarmee kloten zijn, maar van andere dingen heb ik nog nooit gehoord. Ja, of... Wauw. Of ruilen, toch? Ja, ruilen kan op zich ook nog wel, maar met auction heb ik ze nog nooit eerder gezien. Oké. Nou, doe nou niet zo lastig. Dat doe ik toch ook niet bij jullie?
Meen je? Ja, die geeft ze niet aan mij, omdat het aardig over. Zij worden niet zoveel voor betaald. Ik dacht van, oké, hij is nu aan het spammen. Nu ga ik gewoon een paar keer aanspammen, zodat hij er elke keer overheen gaat. En dan moet hij meer betalen. Dat is op zich is dat ook... Oh, Stevie! Oh, mag je gewoon een god. Denk het niet, anders zou het nee, wel staan. Nee, dan had ik het al doorgegeven, maar... Hij is nog niet helemaal blut. Nee, hij moet zijn hele Monopoly verkopen. Dan krijgt hij wel lekker veel voor. En dat is op zich wel gunstig. Oh nee, zijn Monopoly was helemaal niet zo heel veel waard, ja. Nee, dit is een Monopoly. Ja, maar dat bedoel ik. Maar hij heeft daar niet hele hoge bedragen tussen zitten. Nee, ja, helemaal. Omdat hij de enige die zijn die zo gestoord zijn om iedere keer 999 in te stoppen. Ja, oké. Nou... de pot is wel klaar als hij nu nog iets voor iets anders moet betalen. Nee, al ooit. Wauw. Nu is het best gunstig dat je daar staat in die hoek. Nogal, ja. Oh, dit zijn allemaal auctions. Ja, oh, dat is wel irritant. Zullen we voor de video zijn gewoon dit even skippen? Want we weten toch al, niemand kan jou al bieden met jouw 6,5. Ja, maar ik ga niet alles kopen, maar ik wil wel die Monopoly kopen. Dat snap ik. Welke district is dat? Oh ja. Links onderin. Ja, boven, linksboven, linksonder. We hadden het vorige keer toch over, dat, dat er een knopje moet zijn dat als we die allemaal indrukken, dat die dan skipt. Ja, gewoon dat je B indrukt, of 1, bedoel ik. Dat is... En dat je dat niet van de ander ziet, maar dat je dat gewoon indrukt en dan... Klaar. Ja, blind bieden bedoel je. Ja. Ja, op zich. Of blind passen vooral. Ja. Dat bieden kan nog wel. Maar dit is gewoon irritant dat je 5 seconden elke keer moet wachten. Als ik hem een keer aan jullie laat en dan hebben jullie helemaal geen geld meer straks, ja. Ja, ik heb nog steeds openstaande promotie, hè, dus. Ja, maar dan moet je eerst nog komen. Ja, fair. Oh, je hebt een huisje erbij gekregen, Milan. Dat klopt, ja. Wat? Oh, dit ging ook zo snel, soms gaat hij ineens 20. What the freak. Ja, wel slim. Oh, dat meen je? Je gaat hem gewoon aan Jordi overlaten. Ja, vooral als hij er 600 voor wil betalen, is toch prima? Ja, ja dan heb je nooit meer die mono-only. Dat is het probleem niet. Het probleem is die 919. Ah, oké. Ja, ik hoef hem al niet meer. Of toch wel? Dat weet je niet. Kijk, maar deze ga je onderhandelen, dus dat is te veel geld. Maar ja, ik heb tenminste genakt met één stuk. Ja. Nou ja, oké. You going to warp? Ja, I'm going to warp. Oh, dat is op zich best wel slim, want je hebt promotie, dus... Ja, ik heb al een paar rondes heb ik al promotie. Ja.
shit happenings. 1. Hier is kut. 72 of... Je kan, Sander. Ga eens naar beneden nu. Naar links, dan kom je op de warp en dan kom je waar Bowser staat. Oh ja, dat is wel sim. Oh, dankjewel, Milaning. Dat is lief van je, Milan. Dat had ik helemaal niet gezien. Ja, graag gedaan. Super de boer. Milan was gewoon slim bezig, C1000. Mm-hmm. Ja. Gaat hij dat doen, ing? Negotiate on these terms, what the freaking? Niet? Oh, dat had ik oprecht verwacht dat je dat wel zo. Nee. Oké. Okay. Oh. Wat? Je gaat naar boven. Oh ja, dan kun je screw things up. Ja. Logisch. Kom, haal Toad in het spel. Investeer in die andere twee die nog over zijn. Ja, op zich wel logisch. Kijk, als Toad slim is, gaat hij naar onder. Zolang niemand op de knop landt. Ja. Oh, ik krijg je ook door, joh. 1. Hij komt nog weg al. 3. Oeh, 20. Ja, nu is hij dood. Dat is niet ja. Ik snap waarom hij het doet. Hij heeft een promotie nodig, maar... 3. Je krijgt zo'n promotie. Leuk, hè? Dat liedje. Zeer leuk. Ja, hier is toch eens op prima. Is dat voor? Oh nee, Milan staat voor. Ook ver. Ja, ja, hij is net uitbetaald hè, door Toad. Ja. Ja. En als jij hem nog meer wil helpen, ga je naar rechts toe. Dan betaal je even 1000 of 2000. Dat lijkt me een goed idee. Ik ga eerst stock sparen. Ja. Dat is slim eigenlijk, want hij staat nu heel hoog. Maar het is wel mijn eigen, dus volgens mij... Ja, en alles gaat met 2 omhoog, dus je krijgt daar heel veel stockmonies voor zo meteen. Ja, dus even kijken, suits, commissions... Oh, dat moet ik sowieso doen. 88! All other players, swap places. Oh, dit is best kut. Ja, want Jack... Toad. Oh, all other players, dus ik niet. Yeah. Okay. Nou ja, gelukkig hoef ik niet te betalen op hetgene waar ik land. Ja. Voor mij is dit op zich ook best... Het is niet heel ongunstig voor mij, volgens mij. At the moment. Precies op de suit. Een bonus. Die had ik al. Teken. Ja. Ruitje. Betaling! Ja. Ah, ik kan hem nog leiden. Oh, maar hij moet nu nog een heel rondje lopen. Ik dacht omdat hij naar de bank gewaard is, dat hij geluk had. Ja, maar je mag toch zo denken. Oh, je kan ook naar boven. Nee, niet. He not buying the shopping. Nee. Ik weet hoe zometeen nog het spel loopt, dus ik zit sowieso een beetje wat lama. Betaling! Ja, je hebt geen keus. Dat ja, ik dacht ook op die knop landen, maar ik kan niet tellen, blijkbaar. Dat klopt. Nou, oh. Ik heb ook precies 0. Hoe doet hij het? Deze man. Daddy 0. Ja, je hebt precies genoeg. Dat is flink toegenomen, denk ik. Ja, 1, 2, 3, 4. Maar één ding is wel, jij haalt niet de 20.000. Nee? Nee. Dan is Toad al dood, hè? Ja, dan is Toad dood of zijn een van ons dood. Nee. Want met stockprices kan je ook meer investeren in je eigen crap, hè? Dus. Mm-hmm. Ja.
Ja, kopen kan hij niet, dus ik weet ook niet wat daar zijn idee was. Oh ja, nou, tuurlijk. Hij wou gewoon niet op mij komen, denk ik. Ja, dat... Dat... Uitstel van executie. Ja. Welke moet ik... Oh, ik moet sowieso naar beneden gaan. Oh, dat is wel gevaarlijk. Maar ja, ja, wat moet ik anders? Ja, zoet. Ja. Naar rechts, ja. Dat is de makkelijkste. Zoom to any square you like. Nou, easy naar de suit die je nog nodig hebt. Ja, je mist nog één, dus dat is die, ja. Ja. Oh, ik mag dan ook echt nog een keer. Dat is wel heel ziek. En als je het goed krijgt, krijg je weer een worp. Ja. Nou. Klop. Nice. Nou, huppakee, promotie binnen. Lekker, hè? Dat was een goede turn. Dat was inderdaad een goede turn, ja. I'm loving it. Buy stocks. Gewoon blijven investeren. Ja. Ik ga gewoon door. Gewoon doorgaan. Ik ben net juice, ik stop nooit. En nu flink investeren. Ja, in welke? Degene waar ik meest in kan investeren. Dat is 39, dat is 1570. Oh, wacht, oké. En dat is 801. Nou ja, 1570 is de meeste. Ik kan dus de meeste winst uithalen. Ja, zou ik gewoon... Ja, alles gewoon all in. Je hebt gezien wat er kan gebeuren binnen één beurt. Dat is waar. Fuck it. We go in, babies. Ja, en mijn stocks gaan ook omhoog natuurlijk. Dus als ik ze nu verkoop... Kijk hoe dik ook. Hier, verkopen 25, niks aan de hand. Verkopen maar 25. What the freaking. En dan gaat weer omhoog je stok, zag je dat? Ja, ja. Hoezo? Omdat je ze hebt verkocht, maar voordat de animatie heeft plaatsgevonden dat je hem hebt verkocht, moest je nog dingen verkopen. Oh. Zo, ik sta ook helemaal niet zo heel ver van Milan af trouwens. Ik dacht echt, ja, Milan staat ver boven, maar... De promotie en de stock increase hebben wel heel veel geholpen. Ja, dat klopt. Dit is echt, voor Jordi en Toad is dit echt deadly place nu. Ja, ik heb wel geld, alleen ik heb niet zoveel andere plekken. Dat is meer het punt. Ja. Staat weer bovenaan, Sander. Ja. Hoe doe ik het? Wat? Waarom zou die dat doen? Waarom zou die dat doen? Ik krijg wel monies. Nu ga ik over jou heen, Sander. Kijk. Ja, volgens mij... ik ga nu net over jou heen. 16 verschil. Kabooming! See! Oh, yo. Ik vind het wel mooi dat ik op 16 punten verloren heb. Ik kan het precies, kijk, het loopt aardig gelijk op, alleen op de tote keer op jouw land is precies die spike. Voor de rest liep alles op zich nog aardig gelijk. Ja, alleen Toads bakte er niks van. Nee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag bij de volgende aflevering van Fortune Street. Adios, amigos.